Dames en heren, van harte welkom hier in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Hardenberg. De raadsvergadering van dinsdag 29 september. Hartelijk welkom aan de raadsleden, de mensen op de publieke tribune, de media en de mensen die ons volgen via internet of andere kanalen. Van harte welkom. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Baarslag van de fractie van Leefbaar Hardenberg. Voor het overige hebben wij geen mededelingen. Dat brengt ons direct bij agenda punt 2, de vaststelling van deze agenda. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Dat is niet het geval. Dan is de agenda hiermee vastgesteld. Het spreekrecht bij de agendapunten. Daar hebben wij één inspreker. Hij heeft zich gemeld. De heer Meuling, bij mijn weten. En ik zou de heer Meuling willen vragen om naar voren te treden. Hij spreekt in namens PKN als voorzitter. En hij weet als geen ander dat hij zich aan de tijd van 5 minuten moet houden. En we wachten even op zijn komst. 5 minuten voor u, heer Meuling. En het knopje, precies. Dank u wel, meneer de voorzitter. Daar zal ik mij keurig aan houden. Geachte leden van de gemeenteraad, voor alle duidelijkheid, ik sta hier als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PKN-kerk van Hardenberg. Een kerk met ongeveer 9000 leden, alleen al in de stad Hardenberg. Het is niet zo gewoon dat een kerk naar buiten treedt, maar in het geval van dit onderwerp AZC vluchtelingen, leek ons dat wel gepast. Er zijn veel mensen die hebben een mening over vluchtelingen en dus ook over een AZC in Hardenberg. En wij als kerk hebben dat ook. En waarom zouden wij daar niet openlijk voor uitkomen? Allereerst willen wij het college een compliment maken dat zij een voorstel hebben gemaakt voor het AZC in Hardenberg. Dat zij een verantwoordelijkheid hebben genomen. Niet iedere gemeente in Nederland durft dit aan. En dan de mening van onze kerk. Wij als PKN-kerk zullen er alles aan doen om deze mensen met open armen te ontvangen. Niet om ze nou direct naar onze kerken te lokken, voor alle duidelijkheid. Maar om ze zich thuis te laten voelen in Hardenberg. Wij zullen dat doen met vrijwilligers, maar als het moet, zelfs met meer. De mensen hebben alles achtergelaten en wij moeten ze voor korte of langere tijd een verblijf aanbieden. Wat ons betreft is dat meer dan bed, bad en brood. En we zullen dit zoveel mogelijk doen in samenwerking met andere kerken en organisaties in Hardenberg die zich daartoe geroepen voelen. Wat betreft de PKN-kerk zullen wij als barmhartige Samaritaan klaarstaan om onze medemens te ontvangen. En wij wensen deze gemeenteraad veel wijsheid toe en hopen op een unaniem besluit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meuling. Ik weet niet of er behoefte is om nog een vraag te stellen, meneer Meuling. De heer Rodemond, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één hopelijk simpele vraag. U geeft aan, en dat verwelkom ik van harte, dat u als barmhartig Samaritaan de mensen verwelkomt. Maar kunt u me mogelijk even wat invulling geven aan die opmerking, zodat ik wat meer kleur erbij krijg? We hebben daar, Jack Nauw Platform heeft al een gesprek over gehad. Wat wij kunnen doen als kerk, dat kun je als vrijwilliger. Je kunt activiteiten opzetten als kerk. Dat wil niet zeggen dat je nou speciaal, ik noem het, allerlei dingen aan de kerk gelinkt moet hebben. Maar je kunt wel proberen hun thuis te laten voelen. De mensen komen overal vandaan. Wij weten nog niet precies waar ze behoefte aan hebben. Maar als dat bijeenkomsten zijn, in wat voor vorm dan ook, dan zou dat kunnen. Maar het zou ook zijn in allerlei kinderopvang, het zou in rondleidingen kunnen zijn, bedenk het maar. Akkoord. Dank voor de toelichting. Ik zie verder geen vragenstellers, dan dank ik u voor uw bijdrage. En gaan wij naar agenda punt 4, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken daarvan? Niet het geval. Dan ben ik bij agenda punt 5, het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 september, jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet.
Dan kunnen wij de besluitenlijst vaststellen, conform. En dat brengt ons bij de bespreekstuk van vanavond, van deze raadsvergadering. Zoals gezegd, van dinsdag 29 september. De inrichtingsschets, de bestuursovereenkomst en de huurovereenkomst met AZC. De discussie over het AZC. En vanavond hier het besluitvormend deel daarvan. En ik weet zeker dat alle fracties daar wel iets over willen zeggen. Dus ik doe dat maar op volgorde van grootte. Te beginnen bij de fractie van CDA. Het woord is aan de heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. In de oriënterende bespreking van 2 weken geleden heb ik namens het CDA een vrij uitgebreide inleiding hierover gehouden. Vanavond wil ik graag kort zijn. Als CDA-fractie kunnen wij instemmen met het voorstel zoals het nu voor ligt. Dit voorstel is na veel inspanning en overleg door velen, en ik noem het college, de klankbordgroep, de betrokken ambtenaren, het COA en vele indirect betrokkenen, is het tot stand gekomen. Het voorstel biedt de door de raad gewenste kwaliteit, scholing en ruimte voor voorzieningen op de locatie. En die kwaliteit, ik heb het 2 weken geleden ook gezegd, is van belang voor een adequate opvang, maar daarmee ook voor de omgeving van de locatie. Voorzitter, wij zijn trots op dit resultaat wat uitgemond heeft in dit voorstel. Nogmaals wil ik hier het belang van de klankbordgroep onderstrepen en het verheugt mij en mijn fractie dat het overgrote deel van de klankbordgroep bereid is om ook na vandaag bij het opvangcentrum betrokken te blijven. Dat er vanuit de Hardenbergse samenleving al diverse initiatieven zijn opgestart, de heer Meulink heeft net ook dan weer het woord gevoerd, om de opvang te ondersteunen, onderstreept de algemene bereidheid tot opvang van vluchtelingen. Dat geeft ons vertrouwen dat we er samen op een goede manier de schouders onder willen zetten. Voorzitter, als CDA-fractie kijken we uit naar de toegezegde behandeling van de evaluaties in deze raad. Een eerste evaluatie binnen een half jaar na start van de opvang. Daarop vooruitlopend wil ik toch nog 1 vraag kwijt, die ik bij de oriënterende ronde nog niet, daar was ik nog niet aan toegekomen toen. In maart is hier gezegd dat de gemiddelde verblijftijd op de opvanglocatie ongeveer 1,5 jaar is. Is dat bij de huidige toestroom van asielzoekers nog steeds zo? En als CDA-fractie denken wij dan ook aan onze eigen woningzoekenden hier in het Hardenbergse. Is er ten gevolge van deze toename landelijk ook een knelpunt bij de huisvesting van de statushouders, de definitieve huisvesting? En hoe zit dat in Hardenberg? Daar willen we graag een antwoord op. En is het college daarover al in gesprek met de woningstichting? En wat betekent het voor de wachtlijsten hier in Hardenberg? Daar wil ik graag nog een reactie op hebben. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, heer Van der Valk. Het woord is aan de fractie van de ChristenUnie. Voorzitter. Ja, de heer Roldemond. Aan de heer Van der Valk misschien nog een toelichtende vraag stellen? Jazeker. Ja, kort. Excuses, meneer Boesma. En meneer Van der Valk. Meneer Van der Valk, u zegt, ik heb nog 1 vraag en dat gaat over de eigen woningzoekenden en de mogelijke gevolgen van de toestroom op het woningaanbod. Heeft de beantwoording ook gevolgen voor uw verdere besluitvorming vanavond? Nee. Akkoord. Dan zijn wij nu toe aan de bijdrage van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Boersma. Meneer de voorzitter, dank u wel. Jesse Klaver zei vrijdagavond in het programma van Jeroen Pauw
dat de politiek de bevolking goed moet horen en tijd moet nemen voordat er een besluit wordt genomen. Maar hij zei erbij dat de politicus zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Hij zei, ga het gesprek vooral aan en bagatelliseer niet. Maar het luisteren naar wat in de samenleving leeft, betekent niet dat je daar meteen aan moet toegeven. Hij zei, het is de verantwoordelijkheid die ik als politicus, ik Jesse Klaver als politicus heb. En ben je het er niet mee eens, dan moet je vooral bij de volgende verkiezingen moet je me wegstemmen. Want politiek is ergens voor staan en het bepaalt mede je keuze. In het proces wat we de afgelopen maanden met elkaar hebben doorlopen, hebben we, denken wij, voldoende tijd genomen. In februari kwam het nieuws echt naar buiten. En op 17 maart hebben we in deze raad een principebesluit genomen. Er zijn bijeenkomsten gehouden. We hebben geluisterd naar voor- en naar tegenstanders. De klankbordgroep is hard aan de slag gegaan en heeft serieus werk afgeleverd. Daarvoor dank. En toen er meer tijd werd gevraagd, is de besluitvorming over de vakantie heen getild. We hebben tijd genomen en geluisterd en nemen nu als fractie onze verantwoordelijkheid. Veel politieke partijen zijn ontstaan vanuit hun ideologie. Ik heb het hier al eens eerder gezegd. Zo ook de onze. De een is liberaal, de ander is sociaal-democratisch. En wij willen ons leven en ons politieke handelen richten naar Bijbelse noties. Het nadenkend over het AZC inspireert ons een tekst uit het Bijbelboek Matthäus. En vorige week haalde de heer Wendt het ook al aan. Waar Jezus spreekt, ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. En het zit ook in onze partijnaam. Wij willen Christus volgen en zo komen we tot onze standpunten. En we weten ook dat dat, de naam van Christus, soms weerstand oproept. Soms word je fariseeën genoemd of schijnheilige, maar dat nemen we dan maar voor lief. En we sluiten daarbij onze ogen ook niet voor de realiteit van alle dag en de gevoelens van mensen. We willen luisteren en zo mogelijk draagvlak verwerven. En zo gaven wij ook wij in maart aan dat in aanvang substantieel minder dan 1000 inwoners het AZC moesten bevolken. En 300 minder vinden wij substantieel en daarmee is gehoor gegeven aan het amendement van het CDA en de PvdA. Wij kennen de standpunten van voor- en tegenstanders. En we weten dat er bezwaren zijn. Ook in onze achterban, laat het helder zijn, ook in onze achterban wordt verschillend gedacht over de komst van een AZC in Harderberg. Er zijn mensen die bevreesd zijn voor de islamisering van Nederland. En anderen vinden dat vluchtelingen in hun eigen regio moeten worden opgevangen of ze zijn bang voor wat komen gaat. Dat poetsen we niet weg. En we hebben de voorstellen van de klankbordgroep aandachtig gelezen en het is goed dat veel punten uit het advies zijn overgenomen. Adviezen die er vooral toe bijdragen dat de veiligheid en omgevingsaspecten en de leefbaarheid zo goed mogelijk worden gerealiseerd en gewaarborgd. We hebben ook met mensen gesproken die geen lid waren van de klankbordgroep, want dat was een kleine groep en Harderberg heeft veel meer inwoners. We hebben ook met mensen gesproken die niet in de klankbordgroep zaten en die toch een mening wilden geven. Ook hen spraken we. En alles optellend hebben wij een standpunt ingenomen. Wij wonen, ik zei het 14 dagen geleden ook al, in een prachtige gemeente met veel ruimte en mensen die over het algemeen weten wat nabuurschap is. Omkijken naar de ander. En vanuit die gedachten lanceerden we 14 dagen geleden het plan om het COA mee te delen dat in de gemeente Harderberg, wat ons betreft, plek is voor een tweede AZC. En andere partijen omarmden het voorstel en wethouder De Vent deed de toezegging dit aan het COA over te brengen. En we vragen het college ter voorbereiding op een mogelijk verzoek van de COA, we weten het niet, op zoek te gaan naar een geschikte locatie en wellicht kan de wethouder er straks nog iets over zeggen. Met een mogelijk tweede AZC voldoen we wellicht ruim aan de vraag van het COA tot het plaatsen van 1000 asielzoekers in onze gemeente. En Harderberg laat wat ons betreft daarmee zien dat we gastvrij zijn en dat we een plaats hebben en plaats willen maken. En als de meerderheid vanavond groen licht geeft, dan kan het echt beginnen. De voorbereidingen voor de bouw van het AZC en de komst van vluchtelingen naar onze gemeente. En bijzonder is te merken dat veel inwoners zich aanmelden om vrijwilligerswerk te doen. Een stel voetballers van Harderberg 6 zei het laatst zo tegen me,
We zijn geen grote praters, Wim, maar het lijkt ons geweldig om een avond in de week met een net ballen naar het AZC te gaan om met de bewoners een balletje te trappen. Laat ons dat maar doen. En dinsdag 6 oktober komt het Diaconaal Platform in het Gerdanus met kerkleden bijeen om samen een plan te maken hoe te handelen, de handen uit de mouwen te steken en een vrijwilligersorganisatie op te tuigen en antwoord te geven op de vraag van de heer Rodemond, wat gaan we doen? Worden het fietscursussen? Worden het talencursussen? Halen we mensen in huis? Wat gaan we doen namens de kerk? En ik hoop ook dat mensen van buiten de kerk zich daarmee aansluiten. En vergeet ook niet de inspanningen van het vluchtelingenwerk. Hardenberg komt in beweging en het zal duidelijk zijn, de fractie van de ChristenUnie stemt in met het voorstel. Met één kleine kanttekening, om later ook betrouwbaar over te komen en onze betrouwbaarheid niet op het spel te zetten, willen we de volgende opmerking maken. Het is niet ondenkbaar dat op enig moment, als de nood heel erg hoog wordt, dat COA bij de gemeente komt en zegt, kunnen er misschien, als alles goed gaat, nog een paar asielzoekers bij. En dan willen wij op dat moment in deze raad, gehoord de klankbordgroep, of hoe die groep dan ook mag heten, en na een grondige evaluatie, de ruimte overhouden om dan te beslissen. En als je nu het dicht timmert, dus wij willen zeggen van, wij zouden dan een gesprek aangaan. Of het dan ook gebeurt, is een tweede, maar we willen wel dat voorbehoud graag maken. Gistermiddag zei een jonge vrouw op de radio, ik was één dag in Ter Apel, daarna was ik een paar dagen in Maassluis en nu zit ik in een sporthal in Heerenveen. Wat ik zo mooi vind, is dat de mensen, zowel in Ter Apel, als in Maassluis, als in Heerenveen, heel aardig tegen me zijn. Ik voel me echt welkom. Wij hopen dat asielzoekers die aan Hardenberg komen ook zeggen, ik voel me welkom en de mensen zijn niet zo aardig. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Boersma. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Juling. Voorzitter, dat is heel dichtbij. Er is al heel veel gesproken over de opvang van vluchtelingen in Hardenberg. Onze fractie heeft emotionele verhalen gehoord voor opvang van vluchtelingen. Maar ook verhalen van mensen die angstig zijn en hun bedenkingen hebben tegen een AZC. Zo terugkijkend naar een half jaar, denk ik dat we veel te danken hebben aan de klankbordgroep. Als direct betrokkenen hebben zij zich heel erg verdiept in de vluchtelingenproblematiek. De klankbordgroep heeft nuance aangebracht in het kijken naar de opvang. De fractie van de Partij van de Arbeid wil haar waardering nogmaals uitspreken naar hen toe. Mede dankzij hen is er op een waardige manier gesproken en overlegd met elkaar. Toestanden als elders in het land, en daar zijn we toch nog steeds heel erg blij mee, zijn niet in Hardenberg ontstaan. We hebben allemaal nog voor ogen de beelden in Purmerend die het zelfs onmogelijk maakt om een gemeenteraadsvergadering te houden. Dat maakt ons trots op een bevolking, de bevolking van Hardenberg. Voorzitter, de vluchtelingenproblematiek beheerst de politieke agenda, zowel lokaal, landelijk, Europa, mondiaal. Dat leidt soms tot felle debatten met harde standpunten, waarin mensen tegenover elkaar staan, in plaats van de handen ineen te slaan. Gelukkig zijn er ook hartverwarmende reacties. De heer Boersma noemde er net een aantal initiatieven hier in Hardenberg. Acties van allerlei groeperingen. Een warm welkom aan de vluchtelingen. Maar helaas ook veelal anonieme, de meest verschrikkelijke reacties op social media. Daar schrik je van als je dat leest. De heftige reacties van tegenstanders zijn vaak heel fel en ongenuanceerd. Men zou eens in Hardenberg moeten gaan kijken hoe het ook kan. Het realiseren van een AZC in Hardenberg lost niet de problematiek op, maar vormt wel een veilige opvang met veel kwaliteit om vluchtelingen een goede start te bieden in Nederland. Er zijn 700 opvangplaatsen en als je kijkt naar de tijdelijke opvang over 10 jaar, dan zullen hier duizenden mensen een opvangplek gehad hebben. De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat er een kwalitatief goed centrum komt. Het blijft van het grootste belang om de omwonenden te blijven betrekken bij het centrum. Heb voldoende aandacht voor veiligheid in en om het centrum. Zorg voor korte lijnen en wanneer er wat is, onderneem direct actie. Er zal geëvalueerd worden en onze fractie wil hier graag van op de hoogte gesteld worden en gehouden worden.
Naast het realiseren van een AZC ligt er nog een hele inspanning. En dat is het huisvesten van statushouders. De CDA-fractie sprak er ook al over. Mensen die in Nederland mogen blijven en die dus een woning moeten bemachtigen. Wij doen een oproep aan het college en aan andere partijen, zo spoedig mogelijk met corporaties, aan de slag te gaan. Er wordt een groot beroep gedaan op creativiteit en innovatie. En wat onze fractie betreft is er heel veel mogelijk en bespreekbaar. Zo wordt ook de doorstroming van een AZC bevorderd en zijn er meer opvangplaatsen beschikbaar. Tijdens de oriënterende ronde is er ook gesproken door het ChristenUnie over een eventuele tweede AZC elders in de gemeente. Het COA heeft dit gehoord, want ze zaten ook hier in de zaal. En ja, de vraag is misschien ook al uitgezet bij het COA en wij zijn benieuwd naar het antwoord. Vooral een reactie is van het COA. Voorzitter, het was een heel intensief traject voor alle partijen. Als raadsfractie raakt het je ook. De vergadering van 2 weken geleden, die zal ik nooit vergeten. De emotie, de mooie bijdragen, het respect voor elkaar, voor elkaars opvattingen. Het is nu eenmaal een onderwerp waar momenteel veel over gesproken wordt en geschreven. En waarbij emoties soms hoog oplopen. Wij zijn tevreden met de bestuursovereenkomst. Alle op- en aanmerkingen die onze fractie had, zijn meegenomen. De fractie van de Partij van de Arbeid stemt dan ook van harte in met het voorstel. Dank voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. Op koerspunt nu. De heer Botter. Voorzitter, in toenemende mate is er sprake van een wereldwijde terroristische beweging die zich bij haar gewelddadige en gruwelijke daden beroept op de islam. En dat is iets wat wij onder ogen moeten zien. Wanneer religie tot fundamentalisme is verworden, houdt het op godsdienstig te zijn. Alhoewel geen uitlokking groot genoeg is om geweld en moord te rechtvaardigen, rijst binnen op koers wel de vraag of we in deze zaal, tegen de achtergrond van het voorliggende stuk, in de figuurlijke zin niet dringend enkele piketpaaltjes nodig hebben. In de letterlijke zin waren deze op de beoogde locatie al geplaatst. Voorzitter, als er een onderwerp is geweest dat veel te lang op de agenda heeft gestaan, dan is het wel het thans voorliggende stuk. En om de ontwikkelingen rond dit gevoelige onderwerp in goede banen te leiden, is het voor uw college van belang de echte vragen van de tijdgeest te herkennen. Hoewel veel vragen universeel zijn, zijn antwoorden afhankelijk van de context. Voorzitter, eind vorig jaar werd uw college door het COA gevraagd een tijdelijk opvangcentrum in het leven te roepen. Kennelijk sprak u onafhankelijk van elkaar dezelfde taal en kwam u tot dezelfde conclusies. Alle stukjes leken in elkaar te passen en ongetwijfeld werd het als vanzelfsprekend gezien dat er ieder die aan tafel zat vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid te dragen had. En voor het gemak werd daarbij ook de directe leef- en werkomgeving van de beoogde locatie meegenomen. Hoe die ontwikkelingen verder zijn verlopen, hoef ik u verder niet te schetsen. We hebben allemaal, ook de mensen hier op de publieke tribune, we hebben meegekregen hoe de procedure verder is verlopen. Voorzitter, een openbare aanbeveling van de speciaal in het leven geroepen klankbordgroep zou een niet mis te verstaande oproep worden die u niet zomaar naast u neer kon leggen. Het advies van de groep was in feite een cadeau aan u. Te meer omdat veel groepsleden al over hun eigen schaduw waren heen gestapt na eerdere kritiek over het aantal asielzoekers. Uw college heeft kans gezien de belangrijke adviezen te negeren waarbij lokaal draagvlak onnodig onder spanning is komen te staan, juist op het moment toen u elkaar zo dicht was genaderd. Buitengewoon teleurstellend dat er te weinig aandacht is geweest voor lokale cultuur en sentimenten
veroorzaakt door cultuur en gedrag in de bestuurskamer zelf. De plannen en intenties van uw college waren geweldig en de wil tot samenwerking met de groep was alom aanwezig, maar bij de totstandkoming van de tekst van het raadsvoorstel is er in onze beleving niet veel van terechtgekomen. Al uw inspanningen ten spijt, dat bevordert de samenwerking niet. Ook richting de toekomst niet. Binnen Op Koers leeft al langer de gedachte dat luisteren niet uw sterkste kant is. Voorzitter, met de afhandeling van dit raadsvoorstel zijn we helaas in die gedachte gesterkt en we beschouwen dat als een verontrustend verschijnsel. De burger die via een klankbordgroep de gemeente Hardenberg ooit nog eens wil adviseren, zal schaars te vinden zijn. In dit verband zou het u sieren als u straks zou zeggen: we waren bij de vorming van het AZC op cruciale momenten de weg kwijt. Voorzitter, Europa wordt momenteel geconfronteerd met een gigantische stroom vluchtelingen en migranten. Europa is het favoriete toevluchtsoord en dat zegt iets over onze aantrekkingskracht als westerse maatschappij. Op Koers gaat het niet vanuit dat iedere nieuwkomer de westerse waarden automatisch omarmt. Ook lopen we het risico dat we religieus en etnisch geruzie binnenhalen. Bij het zien echter van alle vluchtelingen ellende de laatste weken is binnen een deel van Op Koers een gedachte voor ruimhartigheid ontstaan. Voor de realisatie van een tijdelijk opvangcentrum met de 700 opvangplaatsen en 50 bufferplaatsen. Maar ook dat de poort niet metersbreed open kan blijven staan. Ik rond af. Voorzitter, schuin tegenover de beoogde AZC-locatie is enkele jaren geleden een straat vernoemd naar wijlen dominee Barnard. Hij publiceerde vele werken onder het pseudoniem Guillaume van der Graft. Direct na de Tweede Wereldoorlog, komend vanuit Rotterdam, werd hij in Hardenberg Nederlands hervormd predikant en volgens de overlevering heeft Barnard het zwaar. Dat blijkt uit het volgende citaat. Ik, onwennig in dit oosten, wist er geen houvast te vinden. In mijzelf beklonken, kansloos, kiemloos als een zaad in los zand. Voorzitter, laat de nieuwkomers als uw oorspronkelijke bewoners dit gevoel niet overkomen. Dank. Voorzitter, mag ik de heer Botter een vraag stellen? Ja, de heer Van der Valk. Meneer Botter, u zegt het college heeft het advies van de klankbordgroep genegeerd. Nu stonden er een 35-tal adviezen in. Ik heb begrepen dat het merendeel is overgenomen, maar misschien kunt u aangeven welke adviezen dan allemaal genegeerd zijn? Er zijn veel adviezen uit die klankbordgroep die naar voren zijn gebracht, meneer Van der Valk, zijn inderdaad overgenomen. De essentie die ik wil benoemen, dat is de volgende. Waar het om gaat, is of een bestuurder ten dienste van de dialoog staat en vastberaden is om grote meningsverschillen te minimaliseren en te overbruggen. En Op Koers stelt vast dat de dialoog met de Hardenbergse burgers die het betrof onvoldoende is aangegaan en dat dat enkel verliezers heeft opgeleverd. Dat is het antwoord, meneer Van der Valk. Niet meer, niet minder. Voorzitter, ik constateer dat de heer Botter weinig adviezen noemt die genegeerd zijn, behalve wat hij nu net noemt. Akkoord, dank u wel. Waarvan akte. Dirk Helling, fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het klopt dat een overheid, waaronder ook een gemeente, soms een besluit moet nemen waarbij het algemeen belang strijdt met private belangen. In het onderliggende geval is het ook zo en daarbij komt nog dat het een spoedverzoek betreft met een tijdelijk karakter, waardoor de normaal geldende procedures en regelingen niet van toepassing zijn. Als gevolg daarvan is dus enerzijds haast geboden, maar anderzijds ook extra zorgvuldigheid richting de direct betrokkenen. In beide punten schiet u wat de behandeling van dit dossier betreft tekort.
Over de stiptheid van de door u gevoerde procedure is in de voorbereiding denk ik al genoeg gezegd. En uit de simpele constatering dat er ruim een jaar na de eerste besluitvorming nog helemaal niets aan spoedopvang is gerealiseerd, zegt eigenlijk genoeg. Ter zake van de extra zorgvuldigheid jegens de direct betrokkenen in de heemsupport verwijs ik naar de voorzitter van plaatselijk belang die uw motivering om van het advies van de klankbordgroep af te wijken kwalificeerde als lulkoek. Zelden, voorzitter, is er in deze ruimte duidelijke taal gesproken. Als rode draad voor draagvlak hebben wij bij veel gelegenheden gesproken over luisteren en uitvoeren ter zake van de aanbevelingen van de klankbordgroep. Aanbevelingen die het gevolg zijn van een uitvoerige behandeling, zonder dat de wethouder daarbij voorafgaand aan de samenstelling van de klankbordgroep ook maar enig kader heeft aangegeven waarbinnen het advies zich uiteindelijk zou moeten bevinden. U heeft geen voorwaarden gesteld aan aantal. Terwijl u toch had moeten weten dat juist het aantal als een fundamenteel rode draad onder het advies zou gaan gelden. Want in de voorbereiding hebben zowel plaatselijk belang als ook verschillende insprekers zeer duidelijk aangegeven bezwaar te hebben tegen de voorgenomen grootte van de locatie en daarmee het aantal op te nemen vluchtelingen. En dat is ook niet uniek, want zowel in Europees overleg als ook ter zake van iedere locatie in ons land is het aantal van doorslaggevend belang en een pijnpunt. U heeft in dit dossier dus nauwelijks regie gevoerd, geen kaders gesteld en daarmee ten onrechte verwachtingen gewekt ter zake van de aantallen. En staat op het punt om het noodzakelijke draagvlak voor de noodopvang kwijt te raken, omdat u niet luistert, maar slechts hoort, om u vervolgens om te draaien en weg te lopen. Desalniettemin constateert u nu breed draagvlak in de gemeente Hardenberg en wilt u in goede bedoeling de vraag van het COA overtreffen door nog een AZC in onze gemeente te vestigen. En met name de heer Boersma van de ChristenUnie heeft het in zijn bijdrage gehad over ruimte in zijn herberg. Maar voorlopig beschikt u over ruimte in de herberg aan de Heemse Poort. En dat is niet de uwe. Wij hebben u op 17 maart reeds door middel van een motie verzocht om de burgers te vragen naar draagvlak voor de vestiging van een AZC op verschillende locaties. Maar dat vond u toen nog collectief een slecht idee. En bovendien waren er naar uw inzicht geen alternatieve locaties voorhanden. Een noemenswaardige verandering van standpunt als gevolg waarvan mijn fractie u nogmaals verzoekt om niet weer een locatie aan te wijzen, maar om een verzoek uit te zetten binnen de gemeente om te beoordelen hoe groot het door u veronderstelde draagvlak nu werkelijk is. Wij gaan ervan uit dat D66 daartoe overigens een motie indient, maar dat hangt nog even, begreep ik, maar daar zal D66 zometeen zelf wat nadere uitleg over geven. Maar om het locatieverzoek en het draagvlak daarvoor in perspectief te plaatsen, wil ik mij nog even kort richten tot GroenLinks-fractievoorzitter Anne van der Hoek, die in haar eerste bijdrage een goed en emotioneel pleidooi hield voor de opvang van zoveel mogelijk vluchtelingen zo snel mogelijk. Maar mevrouw van der Hoek is in haar goede bedoelingen kennelijk vergeten dat in haar eigen straat haar eigen buren onlangs nog bezwaar maakten tegen de herontwikkeling van een architectonisch hoogstandje op de hoek van haar straat, waar één accountant met daarboven 5 appartementen, maximaal 10 pensionada's, oorzaak zouden zijn voor aantasting van het woongenot. Wij vonden allemaal dat de buren in gesprek zouden moeten met de ontwikkelaar om gezamenlijk te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing. Waarbij de Partij van de Arbeidsfractie aan de wethouder nog de vraag stelde of hij zelf zou willen wonen naast de voorgenomen nieuwbouw op de hoek aan de Gansbergenweg. Wel nu, voorzitter, dezezelfde vraag heeft u gesteld aan de klankbordgroep en daarmee aan de buren van het te vestigen AZC. En aan het antwoord dreigt u voorbij te gaan door middel van de onderliggende besluitvorming en daarmee verspeelt u, zoals gezegd, het noodzakelijke draagvlak voor opvang voor de komende jaren. Mijn fractie doet nog een laatste poging om het laatste beetje draagvlak bij de buren te behouden, zodat u van daaruit weer kunt bouwen aan herstel van de relatie. Een goede omgang met de buren is immers juist hier noodzakelijk om uiteindelijk goede opvang te kunnen realiseren. Voor de komende 5 en misschien zelfs wel 10 jaar. Voor de vluchtelingen, maar ook zeker voor de buren. Het dictum van het amendement komt u wellicht bekend voor, omdat het nagenoeg de tekst betreft van het amendement dat u zelf heeft aangenomen op 17 maart. Met dien verstande dat ik het aantal ter substantiële vermindering heb gemiddeld op de door de heer Van der Valk genoemde 200 ondergrens en 800 bovengrens. Wat niet geheel toevallig, voorzitter, uitkomt op hetzelfde aantal als waarvoor in de klankbordgroep en daarmee bij de bewoners van Heemseveen draagvlak aanwezig is, te weten 500.
Ik zal het dictum voorlezen. Het is wat breed geworden, maar daarmee niet minder volledig. Het voorstel luidt dan om de tweede zin van het besluit te wijzigen als volgt. Op dit tijdelijke opvangcentrum de oorspronkelijk gevraagde capaciteit met een substantieel aantal terug te dringen, tot in aanvang 500 vluchtelingen. Indien het COA een gemotiveerd verzoek doet aan het college, kan na afstemming met en met instemming van het college, na een evaluatieperiode van 3 maanden, na ingebruikname van het AZC Heem Support, het aantal op te nemen vluchtelingen met 100 toenemen, om vervolgens onder sub 2, 6 maanden na ingebruikname van het AZC Heem Support, het aantal op te nemen vluchtelingen met nog eens 100 personen te doen laten toenemen. Voorwaarde voor instemming aan het verzoek, zoals hiervoor omschreven, is dat bij ieder verzoek een niet bindend advies van zowel de klankbordgroep als ook van het omwonendenoverleg is gevraagd en verkregen en er gedurende de evaluatieperiode geen noemenswaardige problemen zijn geweest ter zake van openbare orde, veiligheid en leefbaarheid. Dit laatste ter beoordeling door het college. Gedurende de gehele periode bestaat de mogelijkheid om 50 bufferplaatsen te realiseren en opvang zal plaatsvinden gedurende een periode van 5 jaar met een optie tot verlenging van deze periode met nog eens maximaal 5 jaar. Dank. Dit amendement gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en nu nummer hem toch maar even nummer 1. En dat was ook tevens het einde van mijn eerste termijn, voorzitter. Voorzitter, kort. Ik heb nog een vraag aan de heer Gelling als het mag. Ja, de heer Van der Valk. Eigenlijk een korte vraag. Bent u nu eigenlijk voor of tegen een kwalitatief goede opvang? Ja, dat is een beetje een open deur, meneer Van der Val. Wij zijn natuurlijk voor een kwalitatieve opvang. Alleen... Dat zegt u, maar ik wil graag een antwoord van u, meneer Gelling. Ja, is dat geen antwoord? Begrijpen we elkaar nou verkeerd of waar wilt u naartoe? Ik wou graag naar een antwoord, ja of nee. Ja, zeker. Dank u wel. Ja. Nou, graag gedaan, hè, meneer Van der Valken. Verhelderend. Voorzitter, dan heb ik nog een vraag aan de voorzitter. Even of het procedureel kan dat de bestuursovereenkomst geamendeerd kan worden. U volgens kunt mij is het zo raad, dat wij het voorstel ligt deze. Voor aan deze raad en ook de bestuursovereenkomst, de inhoud van de bestuursovereenkomst. Het is aan de wethouder om erop te reageren of hij daartoe mogelijkheden ziet of niet. En dan ontstaat er een nieuwe situatie waarover de raad besluit kan nemen. Dus dat kan. Akkoord. Dan kom ik volgens mij bij de fractie van, even checken, de fractie van D66. Hoe kan het ook anders? De heer Rodermond, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. D66 heeft sinds de aankondiging van een mogelijk asielzoekerscentrum in Hardenberg gepleit voor de opvang van zoveel mogelijk mensen. Dat horen we wel vaker in deze raad. Zoveel mogelijk houdt wat ons betreft in dat er voldoende ruimte en faciliteiten moeten zijn voor de toekomstige asielzoekers, maar ook dat de komst van een groep tijdelijke inwoners op een breed draagvlak moet rekenen in zowel de raad als bij de inwoners. We hebben ook in een vroeg stadium gewaarschuwd voor verwijdering tussen bestuur en inwoners als we niet tijdig en correct mensen meenemen in het verzoek van het COA om een AZC te vestigen. Het meenemen houdt dan wat ons betreft in dat je aan inwoners vraagt of ze willen en kunnen helpen, tegen welke voorwaarden en welke risico's zij daarbij zien voor zichzelf en voor de asielzoekers. In het vervolg van de discussie kwamen we ondanks dat op 2 sporen. Hoewel de direct omwonenden vroeg in het proces met redelijke voorwaarden kwamen, is er onvoldoende geluisterd wat ons betreft naar hun argumenten. Pas vlak voor de zomer kwam er een echt gesprek op gang naar aanleiding van een notitie van de klankbordgroep. Binnen de politiek was er geen overeenstemming over hoe we moeten omgaan met direct omwonenden. Eigenlijk blijkt dat ook vanavond weer. Meerdere keren is het argument aangedragen dat we niet iedereen tevreden kunnen houden en dat Hardenberg meer inwoners kent dan alleen de leden van een klankbordgroep. Hoe waar dat ook is, zijn dit wel de mensen die met directe effecten van een AZC te maken krijgen. Hun stem telt wat ons betreft daarmee wel wat zwaarder. En om die reden steunt D66 ook van harte het amendement van VVD wat betreft de aantallen op te vangen personen. Hiermee doen we net iets meer recht aan de klankbordgroep. En niet alleen de stem van de mensen in Heemse Poort telt nu. Net als ChristenUnie heeft ook onze fractie in de oriënterende ronde gepleit voor een onderzoek naar een mogelijk tweede locatie.
Maar de toezegging van de wethouder in de beantwoording was voor ons nog niet voldoende. En bovendien bestaat bij ons de vrees dat we weer een soortgelijk traject ingaan als bij de Heemse Poort. VVD refereerde daar ook al aan. Die valkuil moeten we, koste wat het kost, vermijden. We hebben een motie voorbereid die we afhankelijk van de beantwoording van de wethouder indienen. We vragen aan het college om het draagvlak voor een tweede ACC van onderaf te organiseren. Met andere woorden, ga eerst eens met onze inwoners in gesprek of er mogelijkheden zijn tegen welke voorwaarden en welke risico's hieraan kunnen kleven. Ga met dat onder de arm naar het COA. Ik voorspel u dat we binnen enkele maanden, met een positief antwoord natuurlijk, een tweede locatie zouden kunnen openen. En dat zonder gemor. Mijn vraag expliciet is dan ook, en ik doe dat met klem aan zowel de wethouder als onze collega's in de raad, of we bereid zijn om, punt 1, samen met de inwoners van Hardenberg te onderzoeken of en hoe een tweede opvanglocatie voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. En punt 2, de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken met het COA en de gemeenteraad om op die manier een mogelijk besluitvormingsproces te starten. Daar wilde ik het even bij laten. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, mag meneer Rodemond een verhelderende vraag stellen? Ja. Want ik hoor u een paar keer zeggen van wij willen eigenlijk van onder opkijken of er behoefte is aan een tweede ACC, hè, van onderuit vanuit de maatschappij. Nou, ik zie dan heel veel inwoners in de gemeente Hardenberg en ik ben eigenlijk wel benieuwd, meneer de voorzitter, hoe meneer Rodemond dat zou willen vormgeven. Is daarover nagedacht? Gesprekken kan je op allerlei mogelijke wijzen aangaan. Je zou wat mij betreft het via Facebook kunnen doen. Je zou via de wijkverenigingen een gesprek aan kunnen gaan. Je zou wat mij betreft een belrondje kunnen doen naar bekende mensen die grond over hebben. Er zijn zoveel mogelijkheden, meneer Van der Brink. Dat lijkt me niet aan mij. Dat is een uitvoeringsvraag die aan het college gesteld wordt op dit moment. Akkoord, dank. De heer Van der Valk, mag ik ook nog één vraag aan de heer Rodemond stellen? Dat heeft te maken met een stukje respect, meneer Rodemond. Vindt u ook niet dat nu na heel veel overleg uiteindelijk een voorstel concreet op tafel ligt, dat het dan van toch iets wat weinig respect getuigt om nu al te roepen van wij willen meer? Weinig respect richting degene die tot dit compromis gekomen zijn. Het college, COA, de klankbordgroep. En ook weinig respect naar uw collega Boersma. U zegt al, u hebt allebei daar wat in de oriënterende ronde over gezegd. Ik heb de heer Boersma dat horen zeggen. En u komt nu ineens met een motie. Dat is niet helemaal volgens de mores zoals we dat hier gewend zijn. Nee. Akkoord. Dank u. Ik constateer overigens dat er nog geen motie ligt, een aankondiging, een eventuele aankondiging, afhankelijk van de antwoorden van de wethouder. Tot slot, GroenLinks, mevrouw Van der Hoek, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wow, daar sta ik dan. Een maiden speech, zeggen ze. Vanaf 18 augustus, toen ik ben geïnstalleerd, wist ik feitelijk dat dit onderwerp het gesprek zou zijn voor mijn medespeech. En ik kan u vertellen dat deed wat met mijn zenuwen en die heb ik nu ook. Maar ik ga mijn best doen. Maar zoals een van mijn nieuwe collega's zei, dit is nou een onderwerp binnen de raad waarbij je er werkelijk toe kunt doen als raadslid. En dat maakte het gevoel nog wel iets zwaarder. En dat in mijn achterhoofd ben ik met de fractie heel hard aan de slag gegaan, net als iedere andere fractie. En we hebben alle stukken gelezen en we hebben alle vragen gesteld. We zijn naar alle bijeenkomsten geweest. En we hebben ons toen de vraag gesteld van ja, wat moeten we hier nou inhoudelijk over gaan vragen? Wat is nou de eigenlijke vraag? En daar kwamen we eigenlijk niet zo heel erg goed uit. Wij vonden dat erg lastig. En wat uiteindelijk in het hele proces met name naar voren kwam, is dat wij als fractie van GroenLinks toch enorm veel vraagtekens hadden over de wijze waarop de klankbordgroep, door gebrek aan kaders en helderheid omtrent hun opdracht, feitelijk veranderde van een klankbordgroep naar een adviesorgaan.
En er is natuurlijk met enorme inspanning en betrokkenheid door meer dan 40 mensen keihard gewerkt, maandenlang. En de wijze waarop dit stuk is ontvangen, met enorme bewondering en dankbetuigingen, is er natuurlijk ook een verwachting geschept. En die verwachting is ook versterkt. Want we hebben allemaal gezegd, fantastisch. En het COA zei, we hebben nog nooit zo'n professioneel hoogniveau rapport mogen ontvangen van bewoners. Ik kan me voorstellen, en onze fractie ook, dat dat maakt dat je dan denkt dat de meest belangrijke onderwerpen die aangedragen worden, één op één worden overgenomen. En daar begint dan direct ons politiek dilemma. Want GroenLinks is er altijd van overtuigd dat solidariteit van twee kanten moet komen. Het is niet alleen de hulp die je wil geven aan de hulpbehoevenden. Het moet ook gaan over de wijze waarop men wordt ontvangen. En draagvlak maakt natuurlijk een welkom, een warm en een hartelijk welkom. Maar zoals ik vorige keer in de oriënterende ronde al zei, de realiteit van vandaag heeft ons wel ingehaald. En die tijd die wij hebben genomen om te kijken wat slim is, wat verstandig is, die tijd is voorbij. En meneer Boersma gaf het al aan. Het is niet een spoedprocedure meer. Het had het wel moeten zijn. En binnen de fractie hebben wij dit als dossier niet genoemd een hoofdpijndossier, maar een buikpijndossier. En dat hebben we vooral gevoeld hier. En we hebben geprobeerd om een manier te vinden om het politiek te maken. Te kijken of we kunnen scoren. En vooral om te laten zien dat dit kersverse raadslid een klein beetje kaas heeft gegeten van het spelletje wat we hier spelen. Want ik heb daar 2,5 jaar op de tribune gezeten. En ik hoopte dat ik een beetje de kunst had afgekeken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat beelden zeggen meer dan 1000 woorden. En wij hebben hier 1000 woorden inmiddels gebruikt om te verantwoorden en te verklaren wat we zien. Maar we hebben het ook gebruikt om te verklaren en te verantwoorden waarom wij hier allen en wel overwogen besluit zouden moeten nemen, gestoeld op ratio. Maar juist deze schrijnende beelden hebben gemaakt dat onze fractie en ik als fractievoorzitter en als mens hebben gekozen voor menselijke waarden. En waarden die wat ons betreft tegenwoordig lijken te verdwijnen uit onze samenleving. Het lijkt alleen maar nog te gaan over bezit en macht en geld en angst voor het onbekende. Piketpaaltjes slaan om wat van jou is. En wij willen en kunnen deze nieuwe waarden niet accepteren. Want wij zijn van mening dat de meest fundamentele waarden die wij kunnen doorgeven en toekomstbestendig kunnen doorgeven aan nieuwe toekomstige generaties zijn onze menselijke waarden. En als volksvertegenwoordiger hebben wij soms de taak niet alleen te luisteren en te horen, maar ook een voorbeeldfunctie te vervullen. En daar waar waarden veranderen, moeten wij opstaan en zeggen, weet je, het is tijd voor een nieuwe waarde. En beste klankbordgroep, u heeft aangegeven om van 500 naar 600 te willen of kunnen gaan. Dat is al een deur die best verder open staat dan een kiertje. Kunt u niet een klein slagje verder openzetten voor 100 extra? Medemensen, het is een hele kleine extra stap. En vanavond als ik huiswaarts keer, heb ik een zwaardere last op mijn schouders, maar hopelijk met een lichter hart. In de wetenschap dat ik en dat wij hier allen hebben gekozen voor menselijkheid en barmhartigheid. En ik wil mijn kinderen kunnen vertellen als ik thuis kom, dat wij hier hebben gekozen voor een asielzoekerscentrum voor 700 plus mensen. En dat wij de optie hebben opengehouden voor nog meer in de toekomst, daar waar het mogelijk is. En dat ik vandaag ben opgekomen als fractievoorzitter van GroenLinks voor een ieder die hier geen stem heeft gehad. En dat zijn de mensen die ons hulp nodig hebben. En dat ik trots ben op mijn mederaadsleden en dat ik hier zitting mag nemen in deze kring. En dat wij gelukkig zijn dat we hier mogen wonen in onze gemeente. Een gemeente die wel degelijk ruimte heeft in haar herberg. Voor een ieder die wil leunen op onze sterke schouders. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter.
uw medespeech. Er is nog een vraag naar aanleiding van uw verhaal, mevrouw Jullie. Ja, ik feliciteer u met uw medespeech. Ik kan me voorstellen dat met zo'n belangrijk onderwerp daar moeten staan. Best wel zenuwachtig. Gefeliciteerd ermee. Ik heb nog wel een vraag, want dat vond ik eigenlijk wel heel jammer. U vertelde dat u 2 jaar op de publieke tribune heeft gezeten en naar het spelletje spelen gekeken hebt. En dat vind ik toch wel een disqualificatie van ons als raad. Dus ik zou toch wel graag willen dat u dat nou of wegneemt of zegt van ja, dat heb ik toch niet zo bedoeld in die context. Want ja, u merkt zelf, we doen het toe, zegt u. We spelen dus geen spelletje. Dat wil ik graag zeggen. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat het persoonlijk overkomt, maar ik denk dat er niemand in deze zaal op de tribune vindt dat er hier af en toe lijkt alsof we een spelletje spelen. En het heeft te maken met dat we politiek maken en dat we opkomen voor de bühne en proberen stemmen binnen te krijgen. In dat opzicht denk ik wel degelijk dat het voelt als een spelletje. Nou, jammer, maar in ieder geval, ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik bedoel het als raad. Dus, en in dit geval als Nestor van de raad, mag ik dit nou ook nog een keer zeggen? Voorzitter. Akkoord, mevrouw Hansen. Ik weet niet, ik ken andere gremia en daar is het niet gebruikelijk dat een medespeech, of degene die een medespeech uitvoert, meteen aangesproken wordt door nederraadsleden. Ik weet niet of dit hier gewoonte is als een relatief nieuwkomer, maar ik zou het wel een mooie gewoonte vinden. Het is goed, dat mag u vinden. We hebben daar niks over in het reglement van orde staan. Maar het is u goed dat u dat aangeeft. Terecht. Ik merk overigens wel op, want dat vind ik ook. En volgens mij heeft mevrouw Van der Hoek dat ook in die context bedoeld. Hier worden besluiten genomen. Ja of nee. Of voorstellen gaan terug. Dat is waarvoor we hier zijn. En dat is wat er afgelopen jaren hier ook is gebeurd. Dus dat kan geen misverstand over bestaan. Dank in ieder geval voor uw bijdrage. En ik constateer daarmee ook dat de eerste termijn hiermee is afgerond. En dat er breed draagvlak is voor het voorstel wat hier ligt. Er zijn een aantal kanttekeningen geplaatst door diverse partijen. Dat constateer ik ook. En er zijn nog een paar vragen die open liggen voor de wethouder. Vragen eigenlijk in de marge, maar toch goed dat ze gesteld zijn. En die gaan over de huisvesting, statushouders, vervolgtraject. En de stand van zaken rondom het breed gedragen verhaal dat de vorige keer is ingediend bij monden van de fractie van de ChristenUnie. Of op voorstel van de ChristenUnie om de college te vragen op zoek te gaan naar een tweede locatie. En daarmee het overleg met COA te starten. Dat zijn de vragen die nog open liggen. Ik weet niet of er behoefte is om direct te reageren. Of dat u nog behoefte heeft aan een schorsing. Ik zie enig non-verbaal gedrag. U gaat direct antwoorden. Prima. Het woord is aan de heer De Vent. Dan wil ik de portefeuillehouder ook verzoeken om in te gaan op het amendement wat is ingediend door de fractie van de VVD. Dank u, voorzitter. Daar staan we met elkaar vandaag, vanavond hier, opnieuw voor een hele volle zaal. Voor een onderwerp met nodige lading, zeg ik altijd. Je voelt ook de spanning en de emotie, voel je ook bij jezelf, voel je ook bij anderen. Want we hebben wel met elkaar een heel intensief traject achter de rug. Ruim een half jaar zijn we in gesprek met elkaar. En ik heb voor de vorige keer ook al heel nadrukkelijk aangegeven. Als het gaat om waar staan we, de wat-vraag, zijn we bereid om? Dan is die vraag wat mij betreft, vorige keer heel nadrukkelijk ook door de allen, beantwoord. Alleen als het gaat om... Hoe gaan we dat precies doen? Daar zitten we nog wat verschillen van mening tussen. Maar die wat-vraag vind ik essentieel om ook vanavond een besluit te kunnen nemen. Een besluit wat mij betreft ook niet langer hoeft te wachten. Enkele van u heeft gezegd, ja dat duurt allemaal zo lang. Ja, maar we hebben ook gezegd, we willen de nodige zorgvuldigheid. En ook de klankbordgroep heeft ook gevraagd bij het uitwerken van adviezen, geef ons ook de tijd om dat te doen. Dat heeft ook gemaakt dat het traject en het proces misschien wat langer heeft geduurd. Maar dat heeft ook misschien wel bijgedragen, uiteindelijk misschien aan de kwaliteit, hoop ik vanavond, naar dit debat. Dat wil ik als eerste kwijt. En ten tweede wil ik kwijt, voorzitter, voordat ik inga op de diverse vragen. Ook mijn dank uitspreken, ook met name aan de klankbordgroep, voor haar inzet, haar adviezen.
haar betrokkenheid tot en met het laatste moment toe, nu. En ik hoop ook straks op het moment dat we besluiten om in Heemse Poort een opvanglocatie te organiseren. Dan hoop ik ook van harte dat ik een beroep op u kan doen. Ik vertrouw daar ook op. Ik dank ook de organisaties die hun medewerking op voorhand hebben gezegd. Vorige week hebben we diverse insprekers gehad. Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, vanavond de vertegenwoordiger namens PKN. Vrijwilligers die zich inmiddels hebben gemeld. Kortom, ik denk dat er achter de schermen veel mensen klaarstaan om een bijdrage te leveren straks aan die opvang. Daarom ben ik ook niet bang, voorzitter, dat het ons niet zal gaan lukken. En natuurlijk, we zullen nog wel eens tegen wat moeilijkheden aanlopen, praktische gevallen. Maar dat betekent dat je ook snel moet kunnen acteren en handelen. En wij hebben ook nadrukkelijk gezegd dat we straks, als het moment daar is en we gaan starten, dat we ook juist met de omwonenden in dat overleg dat goed willen organiseren. We hebben ook niet voor niets gezegd, die risicoanalyse die komt er. Dat is ook wat het COA heeft gezegd. Daar betrekken we de omgeving bij om ook periodiek met elkaar te kunnen vaststellen hoe we die beheersmaatregelen moeten kunnen blijven evalueren. Wat we moeten doen als het gaat om op- of afschalen. Daarvoor, dat betekent ook dat we met elkaar daarin in gesprek moeten blijven. Maar nogmaals, voorzitter, ik vertrouw erop, gelet op de vele gesprekken die we hebben gehad. En ook al zijn we het dan niet altijd met elkaar eens, je bouwt dan wel ook aan een relatie. Ik dank tenslotte ook de gemeentelijke organisatie, die heel veel tijd en energie heeft gestopt in het u tijdig informeren en op papier zetten van de nodige stukken. Ik ga in op de vragen die er leven, voorzitter, en dan ga ik vervolgens in op amendement in de motie. Die er niet is. Nee. Kijk, dat was nou even te snel. Maar ik heb het wel gehoord. Wat mij betreft mag u wel antwoorden. Ja, dat is goed, meneer Rodemond. Meneer Van der Valk, u heeft ook gerefereerd aan de vele inspanningen en de betrokkenheid van alle partijen. En u heeft vervolgens ook de vraag gesteld naar de gemiddelde verblijfsduur in verband ook nu met de hoge instroom die er is. Ik heb begrepen dat die gemiddelde verblijfsduur nog steeds 1 jaar tot 1,5 jaar is op dit moment. En meer kan ik daar nu niet van zeggen, dat is mij bevestigd. En ja, u heeft wel een punt, als we kijken naar de ontwikkelingen, ook als het gaat om de woningmarkt en de zoektocht voor veel mensen naar een woning, dan kan er enige druk en spanning ontstaan. En wij hebben ook gezegd, wij willen nadrukkelijk met de betrokken partijen, in dit geval de corporaties, en daar zijn we ook al mee in overleg, zijn we aan het nadenken hoe we dat voor de komende tijd, de komende maanden, de komende jaren goed kunnen gaan invullen. Want daar zien we inderdaad nog een grote opgave voor onszelf weggelegd. En we hebben tot nu toe al die jaren lang aan onze taakstelling voor de statushouders kunnen voldoen. Zij wel met enige moeite, maar we zien ook nog een enorme opgave naar ons toe komen. Dus ja, mevrouw Julling, dat is ook uw vraag geweest. Dat zal wel de nodige creativiteit vragen van betrokken partijen. En misschien moet je dan wel eens buiten je kader stappen. Dus dat gaan wij doen. Meneer Boersma, als het gaat om uw oproep de vorige keer, als het gaat om de tweede opvanglocatie, nou, u heeft een duidelijk signaal afgegeven, ik heb daar ook op gereageerd dat ik dat signaal zou overbrengen aan het COA. Dat COA zat achter mij vorige keer, ze zitten nu aan de zijkant. Maar dat was natuurlijk niet voor dovemans oren bestemd en we hebben ogenblikkelijk ook een dag later contact gelegd en gezegd van nou COA, wat is uw behoefte op dit moment? Want we spreken heel snel over een tweede opvanglocatie, een AZC, maar misschien ligt die behoefte wel op een andere vorm van opvang. Dus we hebben ook nadrukkelijk gesteld, laat u ons dan weten wat dan die behoefte is. En het COA heeft ons laten weten dat die behoefte meer ligt bij een noodopvang dan bij een regulier AZC. En ze hebben gezegd, wij komen op zeer korte termijn met een officieel verzoek naar u toe. Dus wij verwachten één deze dagen het officiële, het schriftelijke verzoek voor een noodopvanglocatie. Daarnaast, dat vind ik belangrijk om te vermelden, weet u wellicht ook dat er ook heel veel gemeenten, en dat geldt ook voor de regio IJsselvecht,
zijn gevraagd in het kader van de veiligheidsregio om een bijdrage te leveren aan crisisopvang. Een crisisopvang is een opvang voor 3 dagen, dus maximaal 72 uur. En dat betekent ook dat vanuit die veiligheidsregio, die dat coördineert, dus dat gaat buiten het COA om, Hardenberg is gevraagd om daar ook in bij te dragen op het moment dat daar een verzoek wordt voor gedaan. Dus u ziet dat wij op die wijze invulling gegeven hebben. En daar staan we ook ten principale positief tegenover. En op die manier onze verantwoordelijkheid dubbel en dwars, volgens mij hebben aangetoond als het gaat om de opvang die nu op dit moment noodzakelijk is. Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen? Wat is het verschil tussen de noodopvang en de crisisopvang in termijn? Als het gaat om de crisisopvang, dat is het dus wat ik net aangaf, een periode van ongeveer 3 dagen maximaal, 72 uur. Als het gaat om noodopvang moet u denken aan een termijn van ongeveer termen van een half jaar, als ik het goed heb. Ik kijk ook even naar links. En daarin wordt een wat sobere omgeving inrichting gevraagd, dus u moet dan meer denken aan termen van bedrijfshallen en dergelijke, waarin op korte termijn snel iets geregeld kan gaan worden. Maar daar zit dus duidelijk wel een verschil tussen crisis en nood. Heer Roldemond. Dank u wel, voorzitter. Ook eventjes een aanvullende vraag hierop. Zegt de wethouder hiermee dan ook op dit moment nee tegen een mogelijke tweede locatie? Ik heb gevraagd aan het COA waar op dit moment behoefte aan is. En of het dan een AZC-opvang, reguliere AZC-opvang is of noodopvang, dat is voor mij even op dit moment gelijk. De behoefte ligt nu bij de noodopvang. En dat in combinatie met de bereidheid om crisisopvang ook te organiseren, vinden wij dat meer dan voldoende als het gaat om onze verantwoordelijkheid. De heer Boersma, zie ik nog. Dank u wel, meneer De Vent, als ik mag, voorzitter. Het bijzondere vinden wij dat wij iets geopperd hebben in de oriënterende ronde, dat een aantal partijen dat omarmden en nu ook. En het is mij ook bekend dat u zelfs de volgende dag al contact heeft gehad met het COA. En wat het dan voor opvang voor zijn, dat is voor ons nevenschrikkend als we nog wel wat ruimte kunnen maken voor het opvang. Dus dank u wel voor uw inspanning. Ik kom straks uit op het amendement van de heer Gelling, voorzitter. Als het gaat om de heer Roodemond. Oh nee, sorry, ik ben even bij de heer Botter, maar die heeft volgens mij verder geen vragen aan mij gesteld. De heer Gelling heeft een amendement ingediend, daar kom ik zo op terug. Voorzitter, als ik daar kort op mag reageren. Er is geen vraag gesteld. We hebben wel in een vragende vorm hebben wij u de vraag gesteld of u op enkele momenten, ik zal hem zo voorzichtig en zo laagdrempelig mogelijk stellen aan u, of er misschien momenten zijn geweest dat u dacht van nou, wij zijn gewoon richting klankbordgroep zijn we de weg kwijtgeraakt. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar of u dat gevoel heeft gehad op enig moment. Maar dat gevoel hebben wij namelijk wel gehad. Voorzitter, dat gevoel heb ik niet gehad. Als het gaat om de heer Roodemond en uw vraag om met name te zorgen dat de betrokkenheid van de omgeving en de betrokkenheid van de raad is gegarandeerd, want dat is wat, volgens mij wat u vraagt, bij een vorm van een opvang, ik noem het maar even voorzichtig nu, en of het dan een noodopvang is of een andere vorm. Ik denk dat het goed is dat wij allereerst het officiële verzoek van het COA, schriftelijk verzoek, nu afwachten. En dat we dan komen met vervolgens ook een college- en procesvoorstel als het gaat om de invulling daarvan. Dus het lijkt me nu nog wat voorbarig om daar meer van te zeggen. Maar we hebben u goed gehoord en we komen dan met dat procesvoorstel. Mag ik dan even mijn opmerking verduidelijken, zodat we elkaar goed verstaan, voorzitter? Roodemond, verduidelijking. Dank u wel. De intentie van de voorgenomen motie, die ik nog niet indien, ik vraag waarschijnlijk zo even om een schorsing om te kijken waar we staan. De intentie van de tekst echter is dat we niet precies dezelfde procedure gaan lopen, zodat we in ieder geval wat A sneller en B met wat breder draagvlak het een en ander kunnen realiseren. En dat zit achter die vraag. En als u nu zegt, dat herkennen wij en daar willen wij inspanning op zetten, ben ik tevreden. Meneer Roodemond, uw signalen zijn mij volstrekt helder. Dus dat nemen we ook mee bij uiteindelijk de verdere invulling van het proces. Mevrouw Van der Hoek.
U heeft in principe geen vraag gesteld, maar vooral ook gereageerd, ook vanuit uw gevoel. En als het gaat om de beelden, daarin kan ik u heel goed te volgen. En mijn slotzin zou ook zijn van, laten we ook dus niet alleen op cijfers de beelden vormen, maar vooral ook kijken naar de vraag die nu op dit moment voor ligt. Voorzitter, met uw welnemen ga ik naar het amendement van de heer Gelling. Ik kan daar heel kort en duidelijk in zijn. Ik zou dit amendement ten sterkste ontraden. Want ik heb nadrukkelijk in mijn betoog vorige week, of twee weken geleden, excuses. En ook zojuist in aanvang van mijn betoog gezegd dat wij met dit voorstel vinden dat we recht doen aan het belang van diverse partijen direct betrokken bij dit grote vraagstuk. Wij hebben heel goed geluisterd naar die klankbordgroep. We hebben vanuit de kwaliteit geredeneerd. Vanuit de criteria die wij van belangrijk vinden voor veiligheid en draagvlak ook in de omgeving. En ja, de klankbordgroep heeft heel veel advies op papier gezet. En heeft ook gezegd, die kwaliteit, daar hechten wij aan. Die hebben we op vele manieren, en soms wat verschillend in de fasering in tijd, een plek kunnen geven. Daarin hebben we een oproep gedaan. En vervolgens hebben wij ook gezegd dat kwaliteit en de schaal, dus de schaal in dit geval, ook de kwaliteit bepaalt van die omvanglocatie. Die zijn nauw aan elkaar verbonden. En ik ga ook even terug in de tijd, voorzitter, want we zijn ook ooit in maart gestart met het raadsbesluit waarin werd gezegd, ja, we gaan verder met die opvang, maximaal 1000, significant lager staat, daar heeft de heer Boesma zojuist nog aan gerefereerd. En ja, de raad heeft mij ook twee opdrachten, of drie opdrachten zelfs meegegeven. Let op, ook op onderwijs, doe iets terug voor die omgeving. Vanuit dat perspectief zijn we dat gaan invullen. Steeds vanuit dat perspectief. En vervolgens hebben wij de criteria, de kwaliteitseisen die de klankbordgroep aan ons heeft gesteld, voortdurend afgewogen ten opzichte van die opdracht. Maar ook ten opzichte van de opdracht die bij COA ligt. En ten opzichte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we zelf als college hebben gesteld. En dat heeft wat ons betreft geleid tot een voorstel dat recht doet aan het belang van al die partijen. Dus ik zou willen zeggen, ook naar de indiener van dit amendement, stap daar ook overheen. Ik heb er vertrouwen in dat we ook als het gaat om die verschillen met elkaar kunnen slechten. Ook samen met de mensen in de omgeving, met de klankbordgroep en straks in het omwonende overleg. Dus voorzitter, ik zou het amendement in deze vorm ten sterkste willen ontraden. Akkoord. Dus mag dan graag stellen of wilt u dat er in tweede termijn doen? Ik wou het zeggen, dat kunnen we ook in tweede termijn doen, terwijl u zegt, tot u zegt dat u een verduidelijkende vraag nog heeft. Nee, maar u hoeft niet te reageren nu. Nee, dat zou ik willen bewaren. Reageren, dan doet dat in tweede termijn. Ja. Daarmee komen we inderdaad aan de tweede termijn toe. Tenzij iemand om schorsing zou vragen. De heer Rodemond zie ik. Heeft u... excuses, kan ik vragen om een schorsing? Ja. Een paar minuutjes. Vijf minuten, is dat voldoende? Vijf minuten schorsing en dan gaan we tweede termijn in als daar behoefte aan is. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 29 september. Aan de orde is het bespreekstuk over bestuurshuurovereenkomst inrichtingsschets van het AZC, agendapunt 6. De heer Rodemond had om een schorsing gevraagd. Het is goed gebruik om dan naar de aanvraag van de schorsing te gaan. De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even de beantwoording van de wethouder, de Vent, als dat kan, wat nader gespecificeerd zien. Hij heeft gezegd tegen mij dat hij mij goed heeft gehoord wat betreft de voorgenomen motie. Ik wil hem graag met klem vragen om dat iets nader te specificeren, want er is toegezegd dat mocht er een verzoek komen van het COA, dat er dan ook een goed plan richting deze raad komt. Graag daar wat meer specifieke stappen in voor mij. Dan hou ik voor mezelf althans, want ik heb hem niet ingediend, deze motie aan tot nader order. Voor wanneer het meer aan de orde is. Voor mezelf, zei ik. Ja,
Het is wel een beetje onduidelijk, want er ligt geen motie. Maar volgens mij was uw vraag in de richting van de heer De Vent over het communicatieproces en een tweede onderdeel. Er waren twee onderdelen waar u duidelijkheid over wilt hebben. Nou, ik wil in ieder geval duidelijkheid over het creëren van draagvlak. Dus zodra er een verzoek is van het COA om bijvoorbeeld noodopvang te organiseren, dan is mijn vraag aan de heer De Vent, hoe denkt hij in het proces beter draagvlak te organiseren dan bij de Heemse Poort het geval was? Dat is een concrete vraag. En, voorzitter, mag ik een suggestie met de portefeuille houden? Misschien zou het kunnen via Facebook. Maar even, ik ga even kijken, even de orde. Ik stel voor dat de eerste tweede termijn, dat ik inventariseer de tweede termijn. Daarin wordt de vraag van de heer Roldemond meegenomen. En dat dan de wethouder nog wordt gevraagd om daarop te reageren. Wie heeft, ik kijk even rond, behoefte voor een tweede termijn? Dat is de fractie van de ChristenUnie. De fractie van de VVD. D66 tweede termijn, of zegt u van dat was de vraag? Dat was de vraag, dus zo had ik hem ook begrepen. Anderen nog voor de tweede termijn? De Partij van de Arbeid-fractie. Drie fracties voor de tweede termijn. Ik begin bij de heer Van der Valk meldt zich ook nog. Had het misschien eerder al gedaan. Ik begin bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Boersma. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet tot mijn schrik één ding rechtzetten uit mijn betoog. Ik had het over een team HHC6, dat was ik ook echt van mening. Nou zitten hier toevallig twee spelers van HHC6 en die zeggen, maar dat hebben wij nooit gezegd. Ik heb even uit... Nee. Ik zit echt te lachen niet op de hand. Ik wil de jongens een excuus aanbieden op die mannen. Maar het blijkt dat, het gaat over een team wat ik wel goed ken, dat het HHC 3 of 4 moet zijn. Maar het is in ieder geval een team van HHC. Goed, ze hadden oranje shirts aan, hè? Oranje zwart. Dan klopt het. De VVD-fractie, de heer Gelling. Ja, voorzitter, allereerst toch een vraag ter zake van techniek die eigenlijk aansluit op de vraag die meneer Van der Valk net naar aanleiding van het amendement stelde aan u. Die vraag wil ik eigenlijk aan de wethouder nu stellen, want wat mij intrigeert is überhaupt de vraag. Hè. Meneer Van der Valk vraagt dus aan u of er een amendement kan worden ingediend op een besluit wat op de agenda staat. Dat is natuurlijk interessant, want dan is de wedervraag, waarom staat er een besluit op de agenda als je daar niks van mag vinden, geen amendement op in mag dienen of een motie? Dat is één. Dat zou ik graag dan even met u in de diepte willen. Twee is dat ik natuurlijk de vraag al voorbereid had. En dat mijn overweging ook was om er dan een motie van te maken. Want dan zou ik de wethouder nog eens kunnen vragen om opnieuw te gaan onderhandelen. Maar echter, voorzitter, daarvan zou ik ervan overtuigd moeten zijn dat de wethouder punt 1 natuurlijk een strenge onderhandelaar is. Nou, dat wil ik hem nog meegeven. Maar punt 2, in de veronderstelling zou moeten leven dat de wethouder ook keihard heeft onderhandeld om richting de klankbordgroep te komen. En die veronderstelling heb ik niet. Ik heb een beetje het gevoel namelijk dat juist de wethouder probeerde om het maximaal haalbare te halen ter zake van aantallen en niet zozeer terug te komen op het advies om op die 500 uit te komen, om wellicht later, conform het amendement van de VVD, te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing. Dus de vraag is eigenlijk, hoe knijterhard is er nou onderhandeld? En waarbij ik de wethouder niks tekort wil doen, het zal ongetwijfeld zo zijn, waarbij de schijn wat tegen heeft, omdat op het eindpunt, zoals we de vorige keer vernamen toen het juist ging om aantallen, de wethouder besloot om dat dan zonder leden van de klankbordgroep te doen. Dus ik wil daar toch nog graag even wat duidelijkheid over hebben. Maar bovenal, voorzitter, wat ik zo mis in de totale discussie is het gevoel voor verhouding. Want als u mijn amendement namelijk goed leest, dan komt u volstrekt uit na een half jaar op de door u zo gekoesterde 700 personen die nodig zijn, meneer Van der Valk vroeg mij net al, om te komen tot een kwalitatief hoogstaand centrum. Daar heeft iedereen, denk ik, alle belang bij. Het enige punt is alleen dat het draagvlak, en ik gaf het net al aan, wat weg dreigt te hebben. Op koers heeft er ook al aan gerefereerd. En dat het volgens mij niet meer is dan een poging om uw gevoel voor omstandigheden, uw gevoel voor verhoudingen, gevoel is eigenlijk het goede woord, aan te geven hier om mensen weer mee te nemen in het proces. En het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat de openbare orde, leefbaarheid en de veiligheid niet in het geding zijn. Daar hebt u al heel veel garanties en toezeggingen over gedaan. U maakt zich daar geen enkele zorgen om. Dan zou ik de vraag eigenlijk terug willen leggen, waarom gaat u dan niet mee akkoord? Ik heb meneer Lichtad van het AZC, van het COA vorige keer horen zeggen dat het al gefaseerd gaat. Dus feitelijk denk ik dat we een heel eind zijn. U blijft alleen maar zo vasthouden aan uw eigen oplossing. Alsof u het ziet als een soort van teleurgang.
Als u hier tot consensus zou komen, als u zou willen polderen met iedereen, mijn Nederlanders zijn erom bekend, als u gewoon de wil zou hebben om te komen tot een oplossing, die heeft u nodig om voor de komende 5 jaar met deze buurt te komen tot een leefbare situatie. En ik vind het zo jammer dat u zo vasthoudt aan uw eigen standpunten. Goed, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Jurlink. Mag ik hier nog even op reageren? Of moet ik wachten? Ik zou, als ik even wilt wachten nog, ja? Eerst mevrouw Jurlink. Maak eerst even de ronde af. Ja, ik wil eigenlijk alleen even reageren op het amendement van de VVD. De Partij van de Arbeidsfractie ging eigenlijk uit van 1000 opvangplaatsen. Nou, we hebben het gerespecteerd dat het uiteindelijk 750 geworden zijn. Ik heb tijdens de oriënterende ronde ook gezegd van, nou, dat wij dat jammer ergens vinden. Maar we begrijpen ook dat nou, dit in onderhandelingen er uiteindelijk is uitgekomen. Dus wij zullen dan ook niet meegaan met dit amendement, want voor ons is het al een opschuiven van 300 plaatsen minder. Dus vandaar, daar wou ik op reageren richting de VVD. Akkoord, dank u wel. CDA-fractie, heer Van der Valk. Ja, wat het amendement betreft sluit ik graag aan bij de PvdA. Ik merk wel in de discussie gaat het steeds weer moeten er niet meer zijn naar de toekomst toe. Ik zou de discussie vanavond heel graag willen beperken tot het voorstel wat voor ligt. Ja of nee op het voorstel, want daar gaat het uiteindelijk om. En wat dat betreft zou ik de wethouder ook nog eens een keer willen vragen. Hij heeft het eerder naar mijn idee gezegd. Maar dat hij nog eens klip en klaar aangeeft. Deze raad heeft in de tijd gevraagd van maximaal 1000 gefaseerd. Het voorstel is nu 700 plus. Maar dat is het dan ook voor deze locatie. Dat hij dat nog eenmaal hier bevestigt en daar praten wij over. En richting de heer Gelling heb ik nog een vraag. Hij heeft altijd heel veel woorden, dus ik kan zijn verhaal kop nog staat aan vinden soms. Maar soms geeft hij ook hele korte antwoorden en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Een vraag van de school op de locatie, vindt u dat een kwaliteitsaspect? Het hoeft nu niet direct, want dan pak ik gelijk even mevrouw Van der Hoek in die zin. Die had ook nog een vraag voor de heer Gelling. Dus dan doen we dat direct mee en dan vraag ik de heer Gelling om daarop te reageren. Ja, ik schijn altijd ruzie met dat knopje te hebben. Dus, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag aan de fractie van VVD is, stel dat wij akkoord zouden kunnen gaan met dit amendement van u. Is dat dan ook niet een beetje zand in het oog strooien? Ik bedoel, als we al gefaseerd gaan en we zouden nu volgens uw amendement gaan naar zoveel maanden gaan we toch opschalen naar 700. Ik zie het verschil eigenlijk niet. Ik bedoel, dan kom je tijdelijk eventjes tegemoet aan de wens van de klankbordgroep, maar meer dan een farce lijkt het ons niet te zijn. Want de eindslotsom is gewoon wat wij hier ja en nee gaan zeggen. En tweede vraag is, mocht het zo zijn dat dit amendement wordt verworpen door deze raad, betekent dat u tegen de komst van 700 asielzoekers gaat stemmen? Heer Gelling, antwoord op de vraag van de heer Van der Valk en de mevrouw Van der Hoek. En daarna het woord aan de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Ondanks het feit dat ik dan kennelijk meneer Van der Valk niet altijd boeien met mijn lange verhalen, heb ik hem toch ergens geprikkeld. Dat doet mij dan weer deugd. Ik zou willen zeggen dat natuurlijk het zo is dat wij een kwalitatief voor de zoveelste keer ogen centrum van belang vinden en dat een school daarbij hoort. Maar ik vind het geen uitgangspunt. En ik wil even wellicht een wat flauwe vraag, maar toch een vraag aan u toch stellen. U vond het ook niet zo belangrijk dat het centrum Hardenberg geen school meer heeft met het vertrek van de Kastanjehof. Nu wil ik daar geen voorzitter, ik vroeg om een kort antwoord. Ik hoef geen uitbreiding over van hier tot de Balbrugge weer terug van de heer Gelling. Ja, de heer Gelling. Ja, het doet mij deugd dat niet u de orde bepaalt met meneer Van der Valk, voorzitter. Ik zou willen vragen of u daar iets serieuzer mee om wil gaan met uw eigen positie. En dan kom ik even terug op Anne van der Hoek van GroenLinks, of het een farce is. Nou, laat ik het volgende daarvan zeggen. Juist in het verlengde van wat wij belangrijk vinden, ik heb het amendement voorgelegd aan het bestuur van de klankbordgroep. Die heeft dat ook doorgestuurd naar de leden van de klankbordgroep. Zo eenvoudig is het namelijk in de huidige communicatie. En ik heb daarvan teruggekregen dat meneer Boeken zegt van mijn zuister, het staat te ver af van wat wij als klankbordgroep vinden en geadviseerd hebben, maar
We vinden het buitengewoon sympathiek en we waarderen de inspanning. En dat is denk ik meer dan het voorstel dat nu ligt. Akkoord. Voorzitter. Dank u wel. Ik wil niet een hele discussie hierop. Maar mag ik dan nog wel één ding zeggen dan? Korte opmerking nog en dan ga ik in de richting van de wethouder en dan gaan we naar de stemming over. Als het zo is dat de klankbordgroep aangeeft dat het weliswaar sympathiek is, maar te ver van hen afstaat, waarom houdt u hem dan aan of houdt u hem aan? Heeft geen toegevoegde waarde in die zin. Omdat wij daar onze geheel eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals uw voorman Jesse Klaver kennelijk gezegd heeft op een bijeenkomst afgelopen vrijdag, waar meneer Boesman dan weer was. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Kijk, dit leidt toch tot leuke debatjes. Het woord is aan de heer De Vent. Waarbij de vraag van de fractie van D66 nog open ligt. Waarbij ik ook wel wil aangeven om niet al te zeer de discussie nog weer opnieuw te gaan doen. Een aantal punten die al eerder ook aan de orde zijn. Voorzitter, ik heb u gehoord. Ik zal proberen zo kort en krachtig mogelijk te reageren. De heer Rodemond, u wilt wat meer duidelijkheid. Ik heb ook gezegd op het moment dat het definitieve verzoek van COA bij ons binnen is, zullen we ons eerst verdiepen in de inhoud van het verzoek. En vervolgens komen wij terug bij u als raad met de wijze waarop we die vorm en inhoud willen geven. Als het gaat om proces, dus ook betrokkenheid van de omgeving en ook de wijze van besluitvorming. Dus u krijgt dat van ons terug op die wijze. Kan ik gelijk daarop reageren, dan is het voor mij klaar. Als het daarmee klaar is, dan geef ik u die toestemming. Ik vermoedde al dat die toevoeging wat mij wat spreektijd gaf. Voorzitter, ik dank de heer De Vent voor deze toezegging. En ik zie dan ook graag de voorstellen tegemoet. En ik zal de motie dus niet indienen. En voorzitter, als het gaat om meneer Gelling, uw vraag van onderhandelen. Ja, we hebben hard onderhandeld, dat kan ik u vertellen. Want we hebben, als ik even terugga naar in augustus, de dag waarop wij die onderhandelingen hebben laten plaatsvinden, hebben we in de ochtenddeel ook juist met drie partijen het gesprek gevoerd. Niet de eindonderhandelingen gevoerd, want die waren voorbehouden aan gemeente en COA, maar 's ochtends met drie partijen. En dat hebben we bewust gedaan en we hebben bewust ook het getal niet genoemd, omdat we hebben gezegd, die randvoorwaarden die zijn voor ons essentieel. Die zijn ook essentieel voor de klankbordgroep. En vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld aan het eind van de ochtend dat veel van die adviezen, als het gaat om kwaliteit en randvoorwaarden, terug zouden kunnen keren, hetzij in de bestuursovereenkomst of in het raadsvoorstel. En vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld, als dat dan helder is, dat is het vertrekpunt, wat is dan die omvang, gewenste omvang, gelet op die kwaliteit. En COA heeft, en dat durf ik u best te zeggen, heel lang ook gezegd van ja, maar wij willen eigenlijk terug weer naar het vertrekpunt van maart. Want u heeft gezegd, u heeft met elkaar vastgesteld, u hier als raad, maximaal 1000. Dus COA heeft heel erg stevig vastgehouden aan getallen rondom de 800 à 900 asielzoekers op die plek. En wij hebben gezegd, nee, wij luisteren ook heel erg goed naar die klankbordgroep. Want toch heeft dat getal, en of je het nou leuk vindt of niet, de impact op de omgeving. En zo zijn wij gegaan naar een discussie over verantwoorde aantallen, gelet ook weer op die kwaliteit. En dat heeft opgeleverd het getal wat nu voor ligt en de omvang die we hebben geduid. Dus ja, we hebben heel stevig onderhandeld, we hebben het ook niet in één keer gedaan. We hebben zelfs een paar dagen schorsing gevraagd om het met elkaar nog eens goed te delen. Dat wil ik heel nadrukkelijk stellen. En als het gaat om uw tweede vraag, volgens mij heb ik, voorzitter, voldoende toegelicht waarom we tot dit voorstel zijn gekomen en ik voel weinig behoefte om dat nu nog weer opnieuw te gaan herhalen. En meneer Van der Valk, u vraagt mij, terugkijken naar 2 weken geleden, van is het dan ook inderdaad maximaal voor Heemsupport? Dat heb ik gezegd. En dat wil ik nog wel een keer benadrukken. Want de oproep die meneer Boersma deed 2 weken geleden, die heb ik ook gehoord. En ik heb toen ook gezegd, die 700 met maximaal 50 bufferplaatsen, dat is echt het maximum voor Heemsupport. En als u meer wilt voor de gemeente Hardenberg, dan gaan we op zoek naar een andere locatie of een andere vorm van opvang in de gemeente. Maar niet op Heemsupport. Akkoord. Dank voor de beantwoording. Volgens mij kunnen we hiermee de tweede termijn afronden en zou ik willen voorstellen om over te gaan naar de stemming over dit voorstel. Kijk even naar de indiener van het amendement. De heer Gelling, houdt u het amendement in stemming? Zeker, voorzitter. Wij denken dat het nipt gaat worden, maar wij houden hem in stemming. Akkoord. Wij zullen dat zien, hoe dat verloopt. Dat betekent wel dat wij eerst gaan stemmen over het amendement van de VVD-fractie. En dat wil ik graag in stemming brengen.
En ik vat dat even samen onder de noemer van het amendement van de fractie van de VVD om te komen tot een wijziging van het besluit wat betrekking heeft op een fasering onder randvoorwaarden om toe te groeien naar het aantal van 700. Wie is voor het amendement van de fractie van de VVD? Dat is de VVD-fractie en dat is de fractie van D66 en daarmee is het amendement verworpen. Dat brengt ons bij het voorstel zelf. Het voorstel over de inrichtingsschets, de bestuurs- en de huurovereenkomst van het AZC. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een stemverklaring? Stemverklaring van mevrouw Kelder. Mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Een persoonlijke stemverklaring, voorzitter. Ook voor mij waren de afgelopen dagen een worsteling tussen gevoel en verstand. Voor alle duidelijkheid, ik heb die ook bij mijn fractiegenoten gezien. Voor mij geeft echter de doorslag de starre houding van het college. Zij weigerden de uitgestoken hand van de eigen inwoners. Wij zijn gekozen door en voor die inwoners. In die situatie dient het college de zaak bij elkaar te houden. Het is mij niet gebleken dat die wel aanwezig was. Daarom stem ik tegen het collegevoorstel. Akkoord, waarvan akte. Dan breng ik nu het voorstel in stemming. En ik ga naar de fractie van het CDA. Voor of tegen? Voor. De fractie van de ChristenUnie? Voor. De fractie van de VVD? Tegen. De fractie van D66? Voor. De fractie, met uitzondering van mevrouw Kelder, van Op Koerspunt Nu? Voor. De fractie van GroenLinks? Voor. Tot slot de fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Daarmee constateer ik dat dit voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen en komt dit dossier, dit stuk, in ieder geval voor besluitvorming nu in een afrondende fase. Maar dat betekent niet dat daarmee is afgelopen. Integendeel, er komt nu een heel uitvoeringstraject achteraan waarbij ik hoop dat partijen elkaar blijven vinden zoals ze elkaar ook de afgelopen periode gevonden hebben. En dat we ook een mooie bijdrage kunnen leveren aan enerzijds opvang. Aan de andere kant ook tegemoet kunnen komen aan de zorgen. En vooral zorgen voor veiligheid, leefbaarheid in de omgeving van de Heemse Poort. Maar natuurlijk ook eigenlijk in de hele gemeente. Daarmee wil ik dit punt afronden, agendapunt 6. Dank voor uw inbreng. Brengt ons bij de hamerstukken van deze raadsvergadering. Agendapunt 7, de beheersverordening, de Krim. Is daar behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval kunt u instemmen met dit voorstel. Akkoord, akkoord, unaniem. Al dus besloten. De hamerstukken, agendapunt 8. Het initiatiefvoorstel financiering informatiepunt Hardenberg. Behoefte aan een stemverklaring. De heer Gelling en mevrouw Hansen. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie lijkt dit een heel sympathiek voorstel en het gaat om relatief weinig geld. Er staan voldoende overwegingen in die D66 zouden kunnen bewegen tot het aannemen of het ondersteunen van dit voorstel. Er is één grote maar. De coalitiepartijen en het college hebben een begrotingsdoctrine waaraan zij zich verbonden hebben. Onderdeel van deze doctrine is dat extra uitgaven onvoorzien en onvermijdelijk moeten zijn. Wanneer de raad anders besluit, dan gaan zij tegen de coalitie en college standpunt in en beleid in. Daarnaast ontbeert dit voorstel in onze optiek een goede onderbouwing van de financiële consequenties. Alleen maar zeggen dat het opgenomen moet worden in de begroting van 2016 geeft voor ons onvoldoende dekking. Waar komt het geld vandaan? Is er sprake van oud voor nieuw geld of moet er extra geld bijkomen? Waar gaat het weg? Om het aan het college alleen maar over te laten bij je eigen initiatief, zoek het maar uit. Dat gaat ons te ver. En ik denk dat het voor de toekomst ook, voor de raad, risico's met zich meebrengt dat je op deze manier, op een onverantwoorde manier, geld uit gaat geven wat je niet hebt.
Dat zou de reden zijn waarom wij tegenstemmen. Kort, dank voor uw stemverklaring. Fractie van de VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me daar een grote lijn bij aan. Ik wil het iets duidelijker formuleren, want het voorstel is namelijk in strijd met het bepaalde pagina 30 van het raadsbesluit 11 november 2014. En daar staat geen smaak, maar heel duidelijk dat tussentijdse voorstellen kunnen alleen op basis van de 2O's. Dat is geen maybe onder voorwaarden of waarschijnlijk. Daar staat gewoon kan niet en dus kan dit voorstel ook niet hier in stemming worden gebracht wat mij betreft. In ieder geval moeten we daarop tegenstemmen. Het is een voorstel dat behoort bij de begrotingsvergadering. Dat is dit niet. Dus raar voorstel. Ik heb het eerder aangegeven en past niet in deze vergaderorde. Akkoord. Dank ook voor uw verklaring. Ik breng het voorstel, de heer Van der Valk. Ja, voorzitter. Stemverklaring. Nou, want het is een hamerstuk, dus u heeft zelf op de procedure gewezen. Het is een hamerstuk, stemverklaring of niet? Ja, ik heb een stemverklaring dat ik er moeite mee heb dat collega's hier van een hamerstuk een discussiestuk proberen te maken. Er komen allemaal vragen en opmerkingen. Het is geen stemverklaring meer, voorzitter. Geen stemverklaring. Dit is, voor mij is het ook geen stemverklaring dus, maar nee. Dan... Ik kun je het beter op de agenda zetten? Heer Van der Valk, ik constateer dat beide fracties een stemverklaring hebben afgegeven over dit stuk. Dus ik breng het stuk nu in stemming. CDA-fractie. Voor. ChristenUnie. VVD. Tegen. D66. Tegen. Op koers met nu. Tegen. Voor. Voor. Nee, ik zag de verkeerde beweging. Voor. De fractie van GroenLinks. Voor. En de Partij van de Arbeid. Voor. Akkoord. Daarmee is dit voorstel aangenomen. En zult u de uitwerking, zeg ik maar volledigheidshalve even bij, terugzien bij de begroting. Dat is de behandeling van 2016. Dan komen wij bij agenda punt 9, de ingekomen stukken. Tot en met 1 september. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord. Dat is het geval. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet. Akkoord. Dank u wel. De sluiting van deze vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en besluitvorming. De vergadering is gesloten en de oriënterende ronde begint om 9 uur. Dank u wel.